Het aantal mensen in quarantaine moet een eye-opener zijn voor ons, zodat we het COVID-19-virus serieuzer nemen. Dit zei ABC-verslaggever Samuel Blankendaal vandaag in het ATV-programma COVID-19-Update. Hij vindt het aantal personen in quarantaine schrikbarend en denkt dat het zal toenemen. Blankendaal zegt dat elk individu verantwoordelijk is om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Hij denkt dat de mensen in quarantaine de ernst van het virus wel snappen, terwijl anderen meer uitleg nodig hebben. Het grappige is dat mensen die in die thuisquarantaine zijn, zijn vaak genoeg de mensen die uit het buitenland zijn gekomen, die in contact zijn gekomen met mensen op de werkvloer. Die hebben toch wel een bepaalde educatie, om het zo te noemen, om het te begrijpen dat ze niet, dat ze bepaalde risico's niet kunnen nemen. Dus die informatie naar die groep is duidelijk genoeg. Mm-hmm. Heb je weer de andere groep waarbij je het eigenlijk anders moet aanpakken om te gaan naar de buurten en misschien een beetje ghetto taal, om het zo te zeggen. Want we zien die video's op social media en de mensen uitleggen van, hé hey broertje, aan een avondklok voor intimideren je, maar het gaat erom van, if u allemaal kon ziek, ga geen van ons meer hier op de hoek kunnen staan. Is tijdelijk, daarna gaan we het leven weer gewoon kunnen oppakken. Blankendaal roept iedereen op om de instructies met betrekking tot COVID-19 op te volgen, zodat het virus zich niet verder verspreidt. Verder doet hij een beroep op de overheid om een goed plan te ontwikkelen. De groep uit Amsterdam moet nog komen. Begin de mensen alvast voor te bereiden van 2 weken. Houdt het duren voordat we iedereen hier hebben. Na die 2 weken hebben we dan eigenlijk dan 2 weken voor de incubatieperiode. Dus zo een beetje een maand. Communiceer naar de ondernemers. Communiceer naar de medische wereld. Communiceer naar ieder, zodat we erop voorbereid zijn. Dat is het gedeelte van de regering. Maar wij als Surinamers, je bent eigenlijk afhankelijk van je eigen daden. Als jij denkt dat het een pre-pre-sunny is, hij at the end of the day afhankelijk zijn van de mensen die je moeten helpen. Samuel Blankendaal was dat, verslaggever van ABC Radio en Televisie. Hij sprak vanmorgen in het ATV-programma COVID-19 Update.